Het Europees kampioenschap volleybal in Servië en Italië is bijzonder belangrijk voor Nederland. En daarom is het ook van groot belang dat de eerste wedstrijd hier meteen wordt gewonnen van Spanje. En u ziet dat het gelijk opgaat in deze wedstrijd tot nu toe. Bal nog in de rally gehouden door Spanje. Visser weer door het midden. Kan die bal nog zelf terughalen. Debbie Stam. Stam Pilon officieel, zoals ze tegenwoordig heet, nu ze getrouwd is. En Stam daar goed in het blok met Ingrid Visser samen. De spelverdeelster, Lara Dijkema. Veel om haar te doen geweest. Eigenlijk is Kim Stalens de eerste spelverdeelster, maar die is niet fit. Was er vorig jaar ook niet bij op het WK. Toen was ze net moeder geworden. Ze was er eigenlijk wel bij met haar kind, maar speelde niet. Jessica Rivero, die serveert een van de sterspeelsters bij Spanje. Vlier wordt hier verdedigd. Lange rally weer in een gelijkopstaande wedstrijd. En dan is daar altijd nog de middenaanval met Ingrid Visser, die uiteindelijk voor het punt zorgt. Klaar, serveert. Van Tiene met de paas, zo hoort het. Dijkema moest wel ver lopen om die bij die setup te komen. Maar het punt wordt heel slim gescoord door Maret Grothuus. Nederland heeft nu een tussensprint ingezet. Stam scoort het punt, beheerst via het blok. En dat betekent setpoint voor Oranje. Tot 12-13 punten ging het gelijk op. Daarna heeft Nederland de beslissende kloof geslagen. En kan het hier rustig de set uitspelen met Laura Dijkema aan service. Set op nu van Manon Vlierbal naar de buitenkant. Debbie Stam. En Debbie Stam zorgt ervoor dat Nederland de eerste set wint. En dat zijn toch overtuigende cijfers hoor. 25-15. Eerste set op een toernooi dat hopelijk lang gaat duren voor de Nederlandse vrouwenploeg. Altijd even wennen aan de omstandigheden. Wennen aan de zaal. Aan het licht, aan alles eromheen. En dan is het toch lekker dat je de eerste set zo royaal wint. 25-15 dus. De eerste set voor Nederland tegen Spanje. Hij lacht, Avital Selinger. Dat is sowieso al een uniek moment. Wensink met de service nu. Stam kan daar weinig mee. Die setup was niet goed natuurlijk. Hier goed te zien. Setup die ook niet van Laura Dijkema komt. Maar goed, het zijn foutjes goed voor de nabespreking. Maar Nederland kan het zich permitteren natuurlijk op dit moment in de wedstrijd. 11-4. Een meer dan royale voorsprong. En weer zo'n slimme doortikbal van Laura Dijkema zeg. Van Omvlier met de setup nu. Daar is Caroline Wensink. En daar scoort ze eindelijk eens een lekker punt. Dijkema door tikbal. Ja, het houdt een keer op natuurlijk. Het zijn vervelende ballen voor Grothuus aan het net. Dit is beter. Daar is Manon Vlier. Oh, die Manon Vlier zeg. Die heeft plannen de komende dagen. Zo vermoed ik. Heerlijk geraakt. En dan is het ook niet te verdedigen. Ook niet voor die man of die vrouw die net in de ploeg is gekomen. Sara Hernandez. Vlier opnieuw. En opnieuw doet ze dit goed hoor. Dit zou je bijna een beachvolleybal kunnen noemen. Ziet daar het blok en dan legt ze hem heel kort. Het cutshot, zoals we dat kennen van het beachvolleybal. Heel kort diagonaal langs het net. En die bal is gewoon binnen de lijnen. Van Tiene. Dijkema onderhandse set-up.
De aanloop en de bal van Manon Vlier vol in het blok geslagen. Goed gekeken, goede timing in het Spaanse blok hier. Bal vol op de handen daar van Hernandez. Punt voor Spanje. Ja, die kunnen alleen maar hopen nu wat goede punten te scoren en dan met wat meer vertrouwen naar de volgende set te gaan. En dat doen ze. Fantine heeft hier slecht zicht op de bal omdat Manon Vlier er nog even voorloopt. Ingrid Visser nu vol in het blok. Bal goed terugverdedigd door Fantine. Sloetjens raakt hem verkeerd. Nee, het is het blok dat de bal nog beroerd heeft. En dus een setpoint weer voor Oranje. Nou. Waar wordt die bal dan geraakt? Daar staat een tweede scheidsrechter voor. Het is in ieder geval 24-15. Het setpoint voor Oranje met Debbie Stam aan service. Kolar wordt verdedigd door Dijkema. Die kan dan niet de setup geven natuurlijk. Visser in het blok. Nu wel de setup van Dijkema. Daar is Manon Vlier en daar is de tweede set voor Oranje. En ook dat is belangrijk om te weten. Als Nederland setpoints krijgt, dan worden ze direct benut. Zoals hier door Manon Vlier. En dus na 25-15. Nu in de tweede set 25-14. En natuurlijk, dan kan je de nadruk leggen op het slechte spel en de fouten van Spanje. Maar je kan ook zeggen dat Nederland het gewoon uitstekend doet en de tegenstander geen millimeter ruimte geeft. Hier weer een belabberde paas. Ze weten zich echt totaal geen raad met de Nederlandse servicedruk. En nu al 11-1. En Spanje komt gewoon terug van 11-1 tot nu 18-14. Want Nederland moet proberen om toch weer scherp te worden. Daar heeft het nu moeite mee. Dit is wel een goed punt. Aanval door het midden. Bal lag iets te laag voor Ingrid Visser. Krijgt hem toch over het net. Setup nu. Daarvan Debbie Stam. Vlier met de bal. Die wel hard was, maar ook niet direct op de grond gaat. Weer een lange rally dus. Manon Vlier opnieuw. Verdedigd in het achterveld. En al een mooie punt hoor. Dit is een mooi punt na een mooie rally. Lastige bal voor Dijkema, maar Visser kon er niet meer uithalen dan dit. Dijkema nu, bal naar de buitenkant. Daar is Manon Vlier en daar is weer het punt hoor. Nog twee. En dan zit deze relatief eenvoudige klus erop voor de Nederlandse vrouwenvolleybalploeg. Tactische bal, slimme bal van Ingrid Visser betekent een hele reeks aan matchpoints voor Nederland. 24-17 nu. Ja, ze legt hem precies daar waar niemand bij kan. De Zuid-Hollandse, geboren in Gouda, maar groot geworden in Zevenhuizen. En hier dus het eerste matchpoint voor Nederland. En een goed blok. En zo komt er een eind aan deze bijzonder eenzijdige wedstrijd. Maar dat vonden wij niet erg vandaag. 25-15, 25-14 en 25-17. Dat zijn hele mooie en dat zijn zelfs imponerende cijfers waarmee Nederland aan dit Europees kampioenschap begint. Spanje heeft werkelijk geen schijn van kans gehad. Een prima opening dus van Nederland op dit EK. 3-0 tegen Spanje. En dat betekent ook een hele mooie mentale opsteker richting de volgende twee wedstrijden in de groep. Als morgen tegen Bulgarije gespeeld wordt en zondag op dezezelfde locatie om dezelfde tijd om 17:30 Rusland de tegenstander is. Rusland de regerend wereldkampioen.